staatssecretaris Hans Veilbrief staat op een kruispunt. Het Groninger gasveld, ooit de goudmijn van Nederland, nadert zijn einde. De sluiting heeft grote gevolgen voor de nationale energievoorziening. Veilbriefs ultimatum is een zeldzame politieke zet. De Eerste Kamer vraagt om meer informatie, een teken van zorgvuldigheid. De Groningse gemeenschap ervaart al jaren de impact van gaswinning. Aardbevingen in Groningen veranderen de kijk op fossiele brandstoffen. De transitie naar duurzame energie krijgt een nieuwe impuls. De Nederlandse regering staat onder druk om groene oplossingen te vinden. De toekomst van de Groningse gasvelden blijft een nationaal discussiepunt.